Het was 8 november 1999 toen de eerste paal de grond inging voor de wijk Zuiderburen. Nu, 17 jaar later, op 7 december 2016, was het tijd voor de laatste paal. Wethoudster Isabella Dix wist dat het uiteindelijk goed zou komen. We wisten dat het goed zou komen, hè? Maar we hebben wel een hele tijd een beetje zorgen gehad over deze locatie. Hè? We weten, het faillissement van de Werf heeft gemaakt dat er echt een vertraging in de bouw hier is ontstaan, precies op dit stukje. Dus ik ben er heel trots op en ik vind het heel mooi dat bouwbedrijf Lont met zo'n mooie aanbieding een verscheidenheid aan woningen heeft, of een verscheidenheid aan inrichting, liever gezegd, van de woningen, een zo'n aantrekkelijk aanbod heeft neergelegd dat het allemaal verkocht is. Het gaf de wethoudster ook een gevoel van trots. Nou ja, dat is natuurlijk altijd het gekke, hè? Als je bestuurder bent. Dat ben je natuurlijk een paar jaar. En we weten nu natuurlijk dat de ontwikkeling van zo'n wijk, ja, duurt wel 20, 30 jaar, hè? Om helemaal tot wasdom te laten komen. Nou ja, dit, zo heb ik net ook in mijn verhaaltje gezegd, het is niet de eerste steen, maar wel de sluitsteen van het hele project. En ja, dat betekent dat we nu formeel echt Zuiderburen helemaal als afgerond kunnen beschouwen. En dus leverde Dix de wijk Zuiderburen op met een geweldige knal.